Het dorp Maria Parochie dankt niet alleen haar naam, maar ook haar bestaan aan de 100-jarige kerk. Het dorp was er eigenlijk niet. Het was een verzameling van gebouwen die wat verspreid waren. Maar door de komst van de kerk heb je meteen ook een centrum. En als gevolg daarvan is de bebouwing rondom de kerk ook behoorlijk toegenomen. Waardoor Maria Parochie eigenlijk is wat het heet in ten dagen nog is. Wat zou Maria Parochie zijn zonder deze Maria Parochie? Nou, niet veel. Dat is toch eigenlijk wel een beetje de ziel hier van Harbrinkhoek Maria Parochie. Veel huizen in de Maria Parochie en tweelingdorp Harbrinkhoek zijn versierd met de kerkelijke kleuren geel en wit. Het geeft aan dat het 100-jarig bestaan leeft. Nou ja, dat leeft behoorlijk. We hebben een heel mooi programma opgesteld rondom dit kerkgebouw. We gaan upseilen. Degene die dat durft, die gaat hoog het kerkgebouw in en gaat via een opening in het dak, via een touw naar beneden. Kruip door, sluip door. En dan komen wij bij het desbetreffende luik. Nou, pastoor Pikkema, dat is de pastoor van de Pancratiusparochie, die bijt als eerste het spits af. We hopen dat het touw sterk genoeg is, want anders zitten we zonder pastoor. Dat zou jammer zijn. Ja, dat is een risicovolle onderneming. Al 80 buurtbewoners en parochianen hebben zich voor het upseilen opgegeven. En ook mensen die er niet meer zoveel aan doen, hebben hun huis versierd. Ik ben niet meer zo kerkelijk, maar ik zat dan wel een band met de kerk. Ja. Ik heb er wel een keertje communie gedaan, maar dat was wel leuk, ja. De kerkgang loopt wel terug, dat is wel een feit. Het teruglopende kerkbezoek baart ook het overkoepelende bestuur van de Pancratiusparochie zorgen. Want wat is Maria Parochie zonder kerk? Ik denk dat we dan het hart uit een dorp dus verliezen. En dat maakt ook voor ons als parochiebestuur dat we het belang van het openstellen van de kerk, het openhouden van de kerken en natuurlijk zeker ook de pastorale zorg die we graag blijvend garanderen in de kerk, dus ook in die van Maria Parochie, zo belangrijk achten.